Leven in een wereld vol duisternis. Als je om je kijkt, zie je wat er gebeurt. Je vraagt jezelf af, hoe kan dit nou? Jezus Christus, kom, 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 kom. Zet de tijd, geef je leven aan de Heer. Hij is jouw verlosser en jouw beste vriend. Eeuwig leven als je hem maar dient. Goedemiddag kijkers. Welkom bij het programma van Stichting Joska TV. We hebben iemand hier bij ons. Mijn naam is Anne. Hoe was je gezin die je klein was? We waren met z'n achten. Ik ben in een. Mijn vader had een garagebedrijf. Op de Louiselaan. En daar ben ik opgegroeid als kind eigenlijk. Waar ben je opgegroeid? In Suriname, Paramaribo. Mm-hmm. Ja. En je ouders hadden een garagebedrijf? Ja. En dan vertelt, je was 12 jaar. En wat is allemaal met je gebeurd? Nou, ik was een jaar of 12 inderdaad. En ik zag hoe het in de garage aan toe ging. Heel druk, altijd waren er mensen aanwezig. En ik had zoiets als kind van, wat is dit allemaal? Al die drukte, waar er ook een waar mijn broer was monteur, dus kapotte auto's werden gemaakt. Het was gewoon een hele bedrijvige... Een bedrijvigheid eigenlijk. Toen kwam er een priester thuis, want wij waren van een hindoe afkomst. En ik rende eigenlijk tegen die kast aan waar al die gereedschappen waren. En ik huilde en ik zei, God, als u bestaat, die echte God wil ik leren kennen. Ik wil deze priester niet, die pandiet niet. Ik wil een echte God kennen. Zo huilde ik tegen die kast aan. Maar er gebeurde niks. Ik ging wel naar de christelijke school. Ik zong christelijke liederen. En dat vond ik altijd heel erg leuk. Nou, toen ik een jaar of 17 was, toen kwam ik naar Nederland. En ik trouwde. En toen ik 30 jaar oud was, toen kwam ik tot bekering. Er was een dienst en ik ging naar voren voor gebed. Toen was er een Amerikaanse vrouw, die kwam uit Amerika, die kende mij niet. En ik ging naar voren voor gebed. En toen zei de Heer Jezus tegen mij, mijn dochter, ik heb je zien huilen tegen die kast staan, met die autobanden en gereedschappen. Toen al was mijn oog op jou. Nou, u begrijpt, dat is echt 34 jaar geleden of 30 jaar geleden zoiets. Nou, dat heeft zoveel impact in mijn leven gemaakt, dat ik dacht, wauw, deze Heer Jezus die mij toen al had gezien tegen die kast. En vanaf die dag was ik radicaal tot bekering gekomen. Zei, u bent radicaal tot bekering gekomen. Wat betekent bekering voor jou? Bekering betekent echt omkeren, alle zonden afleggen en de weg van Jezus te volgen. Echt alles achter me laten en een nieuwe leven, een nieuwe levensweg met de Heer Jezus. Nadat je hem hebt aangenomen, wat heb je allemaal meegemaakt? Wat waren je ervaringen? Nou, mijn ervaringen waren zo geweldig. Want ik was in Wimmenen Glow, de Engelse Wimmenen Glow. En ik heb altijd in Suriname gezongen, maar niemand wist dat. Dus het was een wonder dat er was een vrouw uit Singapore en die kreeg een droom van mij. Dat ik dus eigen gitaar aan het spelen was en aan het zingen was. En ik schrok ervan, want ja, ik was net tot bekering gekomen, ik snapte het niet. Dus ik zei tegen die vrouw van, hé, wat is dat? Ik zei, ik heb wel in Suriname gezongen, maar nooit een instrument bespeeld. Nou, en diezelfde week kreeg die vrouw weer een droom en ze bleef aandringen op mij. En ze zei, Anna, ik zag je zingen en een pilaar naast jou en je was echt aan het zingen. Nou, toen kwam ik in mijn kerk die zondag daarop. En er was een zuster en die zei ineens van, Anne, wil je een gitaar van mij hebben? Want Johan speelt er niet mee. Nou, toen schrok ik. Ik dacht van, hé, wat is dit nou? Had je al eerder gitaar gespeeld? Nee, nooit van mijn leven. En toen kreeg ik die gitaar van haar. En ik ging naar huis en die vrouw uit Singapore, die kocht een boek voor mij met allemaal noten. Nou, ik begreep er niks van die noten. En toen zei ik, vader, wat wilt u van mij? En ik begon te spelen en te zingen. En
Nou, na een week hoorde ik mezelf spelen en zingen. De Heilige Geest had mij leren spelen. En toen werd ik uitgenodigd met Pasen in een Hindoestaanse kerk om daar een liedje te zingen. En daar zat ik dan met die pilaar naast mij. Nou, is dat wonderlijk of niet? Ik zou graag een liedje willen zingen. Sahara Muchko Chahiye, Sahara De Muche Prabhu. Dat betekent, u bent mijn steun, Heere. Heer, u vangt mij op als ik dreig te vallen. Heer, als iemand, het is alleen Jezus die alles kan dragen voor ons. Mensen, dat heb ik ervaren in al die jaren. Dat Hij een geweldige God is die ons draagt, die ons leidt. Hij is de enige weg, de waarheid en het leven. En van die Jezus wil ik zingen. Want de weg die ik ga, kan ik niet alleen. Ik kan alleen maar wanneer Hij met mij meegaat. Oké, we gaan weer naar Suriname. Nadat je geworden, heb je een aantal familie van je begraven. Hoe komt dat? Wat was eigenlijk aan de hand? Nou, ten eerste, toen ze hoorden dat ik de Heer Jezus had aangenomen, waren ze allemaal heel erg boos. Dus niemand wilde eigenlijk meer contact met mij hebben. En het was plotseling dat mijn vader kwam te overlijden. En na mijn vader stierf mijn moeder, mijn zus. Het achter elkaar? Of achter elkaar, in 4 jaren tijd. En ik had een ontzettende verdriet en ik begreep er helemaal niks van. Maar eigenlijk mijn bekering was toen mijn zus stierf.
Toen kwam mijn zoon naar me toe, hij was een jaar of... Hoe oud was jij die zus stierf? Ik was dus, denk iets van 25 jaar oud. En toen kwam mijn zoon naar me toe, hij was een jaar of 4. En toen zei hij, mama, ik heb tante Bit in de kamer gezien. Wij noemden haar altijd Bit. Mm-hmm. En toen schrok ik. Toen begon ik mijn man te vragen. Hij is een Kapverdiaanse man. En hij kende de Heer al vanuit zijn land. En toen begon ik hem te vragen over, bestaat er een God? En toen begon hij mij over Jezus te vertellen. Ik ben de man van Antigra. Mijn naam is Armando. Ik ben afkomstig van Kapverdië. Ik zit in Nederland al 45 jaar. En ik ben heel gelukkig, zoals eerder jullie hebben gehoord. Mijn vrouw heeft zijn getuigenis gegeven. En sinds ik heb haar leren kennen, wij hebben een gezin gebouwd. En wij zijn echt zeer gezegend door de Heer. Wij hebben alles kunnen ontvangen van de Heer. Want Hij is van God, we voorzien in alles. Dus ik mag jullie vertellen dat wij hebben echt gevonden het allerbest wat ooit iemand kan vinden in deze bestaan. Dat is Jezus Christus, onze fundament, onze rots, onze kracht en onze overwinning. Dat is het.